Heb je wel koffie staan, Jan? Het was 1977. En van mijn vader moesten we naar Nederland komen. Ik, mijn zus en mijn zusje. Hij was zo vaak alleen en het lukte maar niet. En, nou oké, okay, ma zei oké, ik ga mee. Ze had 30 schapen en 5 koeien, alles verkocht. Avontuur naar Nederland. Nou, gekomen in een klein huisje, wat daar een groot huis. En dan kom je terug in Heemvraestraat, een twee-kamerwoning. Je kan geen taal, je hebt nog niemand gezien. Ik zag voor het eerst donkere mensen, ik schrok me kapot. Ja, doorrijden. Ja, trek hem. Waar ga je? Ik ga dit pakken. Nou, het was niet leuk. Dus als kind maak je wel eens herrie. Papa moest werken, 3 ploegendienst. Hij was boos en hij had nooit kinderen om zich heen gehad. En mijn moeder vond het ook niet leuk hier. Het was een machtige vrouw. Ze had, was onafhankelijk. En opeens was ze afhankelijk van een man die nooit tijd voor haar had eigenlijk. Wel een moeilijke periode hoor. Het is als kind in een buitenland, in een andere omgeving. En geen goede begeleiding van je ouders. Die wisten het ook te wegen niet. En het geluk is dat je gewoon in mijn leven altijd goede mensen hebben ontmoet en in contact ben genomen. Die me in die proces gewoon goed hebben begeleid. En je moet geluk hebben. Ik heb geluk gehad. Mooi, klein kroppen. Ja, maar ja. Voor de oudjes. Voor de oudere mensen. Ja, maar ze zijn wel mooi. Ik heb 8 jaar bij Fokker gewerkt. Heel leuke periode gehad. Een leuke team. Echt een mix van alle culturen. In Javaan en Turk. Nederlanders. Center sectie van Fokker 100. Heel technisch, heel leuk, uitdagend. En ik kon me toen al goed mengen met mensen. Dus ik hield van mensen, ik hoef van groepverband werken, was altijd leuk. En ja, ik accepteerde tussen al die oudere jongens. Werken, overwerken, zaterdagen werken. Ja, mijn vader was een workaholic en werken gewoon ook nooit erg. Ik heb altijd gewerkt. En dan bouw je natuurlijk een naam op van, als werk was, jongens, ik ben er, ik wil ook over. Ja, zoals je weet, Fokker ging achteruit en achteruit. Hij moest concurreren met Boeing en Airbus. En dan word je ontslagen. Wat doe je dan? En ik had een vriend van mij, die werkte toen ook bij Fokker. Die was dan de eerste ontslag gewoon eruit gegaan. En hij had een eigen zaak begonnen, een groentezaak. Hij zei, ik wil je aannemen, kom bij mij maar werken. Nou, ik dacht hartstikke leuk. En een paar dagen gewerkt. En hij zegt, vriend, ik ben ontslagen. Ik zeg, wat? Ik ben je beste maat. Hoe kun je mij ontslaan? Hij zei, nee, ik heb een zaak voor je gevonden in Schiebroek. Je eigen zaak. Je eigen toko. Nou, is goed. 24 jaar. Nieuwe uitdaging. Ik dacht, 5 jaar. Leuk. Arjan, een keer schrijven. Peer, commies, 2 stuks. 2 commies. Spruitjes. Ja. Nou, gedaan. Heel veel getopt natuurlijk in het begin. Je weet niet veel. Mensen vragen gekste dingen. Ik wist niet wat rozemarijn was. Op een dag vraag ik een klant voor rozemarijn. Ik zeg, mevrouw, ik regel het al voor u. Volgende dag naar de veiling. Ik zeg tegen de gast van, joh, ik wil rozemarijn. Wat is hij? Hij zegt, ga maar naar school. Je hebt avondschool, je kan gewoon naar... En dan kan je weten wat je wil. Dus ik krijg geen rozemarijn van mij. Ik krijg geen rozemarijn van die vent. Hij dacht van, weer zo'n sukkel die in een groenzak begint. Die weet niet wat rozemarijn is. Ik naar school. AGF, middenstand. Ik denk van, ik ga dat leren ook. Dus ik moet weten wat rozemarijn is. Een jaar school, middenstand gehaald. En inmiddels groenteboer. En dat gaat hartstikke goed. Nu weet ik wat rozemarijn is. Heb je een beetje betaalbare kaasbandjes? Ja, 42 euro. Is het van vandaag of van gisteren? Nee, van vandaag. Ligt uit je borst. Dit zijn niet van vandaag. Wel maar. Jan, kijk dan. Dit zijn mooi, dat is een speciaal soort. Dat ze laten telen. Jan, is goed met je. Ik vind ze niet mooi. Oké. Okay. Okay. Ja, dat
Het is een heel ander concept. Je denkt van, waar begin jij eigenlijk als een technicus? Een hele andere leven, een andere wereld. Je werkte bij Fokker van 8 tot 3, half 4. En je was om 4 uur thuis. En je had opeens geen tijd meer voor je gezin. En je begint nu om 4 uur opstaan en tot 7:00 en dan ben je nog bezig. En ook een klap van mijn vrouw natuurlijk. Een man die je nooit meer ziet. En die nooit meer voor je is. 6 dagen per week. Ja, het zijn lange dagen. Ja, het is een hele periode geweest dat het een beetje gewoon zwaar werken was natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen, man. Glaasje thee. Nou, lekker. Hij is lekker. Nou, dan ga ik eens even proeven. Proeven ze wat je lekker. Proeven ze even. Of je het een beetje kan vinden wat het is. Gadverdamme, vies. Nee, dat is niet vies. Nee, ik hou van thee. Dus ik vind het lekker. Is het in salie, rozemarijn, gember, mint. Lekker, hoor. Vers. Lekker. Geen zakje. Dat heb je gewoon zelf... Tim is gewoon warm water overheen. Nou, heerlijk. Is gezond. Dat ga ik ook doen. Ja. Moet je helpen? Dankjewel. Ik heb zulke leuke contacten in die zaak. En ik mis dit contact als ik dan een maandje weg ben. Ik mis die klanten die met hun verhaal naar me komen. Het is niet alleen dat groente en fruit verkopen, maar dat hun ook problemen hebben met hun gezin. Dat opa en oma ziek worden of de vader en de moeder gaan dementeren. En dat iemand een nieuwe kind krijgt. De zwangerschappen van klanten. Dat ze misselijk worden. Ja, alles eigenlijk. Het is gewoon, het is een deel van mijn leven geworden inmiddels. Is weer geslaan. Het is een klant uit Hilversberg. Oké. Ze zegt, waarom kom je bij ons zo een zaak openen? Ja. Ja, maar ja, dan ben ik hier. Het was in het begin de Turk in die wijk. Het is nu Mehmet. Ze komen van Mehmet. Als ze bellen in de winkel van, waar ben je? Bij Mehmet. Het was vroeger de Turk. En dan geef je toch een beetje een warm gevoel van dat je geaccepteerd bent in die wijk. Wat een weer, hè? Nou, het is echt druilerig. Tjonge, jongen. Maar goed. We blijven lachen. Morgen is beter en dan ga je weer hardlopen, toch? Ik ga hardlopen, morgenochtend. Het is als een allochtoon. Dat is een mooi woord in Nederland, hè, allochtoon. Je moet je bewijzen constant. Als kind, ik had een Nederlandse vriend. En altijd heel goed. Altijd gezellig. Maar als we ruzie hadden, was je een kankerturk. Je huid wordt steeds dikker en je gaat dingen accepteren. Je hoort soms niet. Je ziet soms niet. Dus je moet gewoon een beetje overheen kijken. Je moet niet alles horen en alles zien. Anders word je niet gelukkig. Dan moet je incalculeren in de samenleving. Je bent in minderheid en je valt op. Het jammer is, je valt vaak in slechte dingen val je op. De mensen die goed opvallen, goed functioneren, die zien mensen niet. Maar dat leer je gewoon. Dat moet je leren, dat moet je accepteren. Dat is de samenleving. En ja, als vader zeg ik tegen mijn kinderen ook van jongens, jullie zijn geboren in Dijkzicht. Rotterdammers van doen en laten. Maar vergeet één ding niet. Je bent in het oogpunt van Nederlander, altijd een buitenlander. Dus functioneren, je best doen op school. Goed de taal leren, goede posities komen. En meer presteren dan een Nederlands kind. Dat is de realiteit, anders komen ze niet. Dit is een beveiliging, hè? Je gaat erin komen. Maar mensen die je kennen, die bij je zaak komen, die zien jou als Nederlander. Inmiddels. Je bent, in een mooi woord, geïntegreerd. Geaccepteerd. Ingeburgerd. Allemaal mooie woorden, hè? Maar in mindere tijden, als je dan buiten bezig bent. Niet klanten die jou niet kennen, die zeggen van, daar loopt weer een buitenlander. Dat is een feit. Dus je moet accepteren, je wordt nooit een Nederlander. Je blijft een Turkse jongen. En dan helemaal geïntegreerd. Dat je in dit samenleving functioneert. Dus je moet dan zeggen voor jezelf van, ik ben een wereldburger. Geen Turk, geen Nederlander, maar een wereldburger.
Heb je eieren voor die appeltaart? Want de verse eitjes ook. Van de boer onthoud. Er is geen tussenhandel. Kom direct naar mij toe. Van de boer. Het beleid van de gemeente is dat de straat te lang is. Dus wat zeiden ze? We gaan de straat verkorten. En we gaan dat oude gedeelte van de Peppelweg willen ze gaan concentreren in het nieuwe gedeelte van de Peppelweg. Ja, en mijn toekomst, ja, het is afwachten. Ik was vliegtuigbouwer. Ik ben nu groenteboer. En ik heb enorm naar mijn zin hier. En ik geloof in één ding. God regelt alles voor je. Het is gewoon zolang je positief blijft in je leven. Als deze deur dicht gaat weer, gaat andere 10 deuren voor je open. Je zal weten, misschien word ik wel masseur. En ik geloof in het lot. En ik zie je wel.